Hallo en welkom bij de Business Diet Podcast. Ik ben Vincent van der Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 25 van de Business Diet Podcast. Een beetje een ja, bijzondere aflevering, vind ik zelf. Toen we bij de voorbereiding even aan het praten waren, Caroline en ik, hè. Caroline dat is degene die mij uh, ...begeleid in uh, dit hele traject... ...want er komt uh, toch wel redelijk wat bij kijken... ...achter de en dan vroeg ze... Ja, waarom ga je, ...wat ga je vertellen en waarom ga je erover spreken... ...en ik zei ja, ik ga het hebben over... Uh, ...drie stomme tijden die ik gedaan heb... ...ik kan er veel meer op noemen hoor... ...maar vandaag ga ik het beperken tot die drie... ...en uh, ja, waarom ga je er dan over spreken... En eigenlijk wil ik dat doen om ja, een beetje mee te geven. Ja, één, die fouten op zich, als ik daarover kan delen, ja, dan ga jij er ook wat kunnen aan hebben, hopelijk. Dan ga jij ze, hoef jij ze niet meer te maken. Of dan kan je er op zijn minst over nadenken. Maar vooral denk ik dat de boodschap is: uh, je, je bent nooit te oud om jezelf te analyseren en om daaraan te werken, om, om met die analyse iets te doen, om daar iets uit te leren. En ik denk dat dat eigenlijk de onderliggende boodschap is. Ik ben daar continu mee bezig. De drie dingen die ik ga delen, dat zijn eigenlijk nogal persoonlijke dingen. Dat zijn ook dingen die al lang geleden gebeurd zijn en zo. Maar uh, toch wel dingen die ik uh, met je deel, omdat ik denk dat het belangrijk is dat, dat wij met z'n allen regelmatig ook eens een soort introspectie doen en zeggen van, ja, waar, wat doe ik goed en, en wat kan ik beter doen? Wat, 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 wat en waar moet ik uit mijn fouten gaan leren? Vandaar. Dus uh, als ik terugkijk naar dan vooral mijn jeugdjaren, dan uh, denk ik dat ik een van de grootste fouten die ik heb gemaakt, en dat, dat heeft nogal lang geduurd, dat is dat ik dingen deed om, uh, niet zozeer om een bepaald doel te halen, maar ja, ja, misschien wel, maar dat doel, dat was dan vooral om to impress others. Ik weet niet goed dat ik dat in het Nederlands moet zeggen, ja, je weet, hè, business -tijd podcast, moet altijd een woordje in Engels in. Maar, maar om, om, ja, de een goede indruk te geven aan andere mensen om, om soms misschien eens een beetje te laten zien van zie, zie zo goed ik ben. En uh, ik heb ook uh, ja, een aantal jaar geleden toen ik het heel erg moeilijk had, heb ik ook uh, een beetje, of een beetje, ik heb twee jaar therapie uh, gevolgd. Dat heeft me enorm veel deugd gedaan trouwens. Daar heb ik ook heel veel uit geleerd. En ik denk dat ik in die therapie ook geleerd heb hoe dat kwam dat ik als 16, 17, 18-jarige die nood had om mezelf zo te bewijzen naar andere mensen toe. Ik denk dat dat te maken had met een moeilijke band die ik had met mijn ouders enzovoort. Goed, allemaal uitvluchten en excuses. Maar ik herinner me dat ik dus toen echt dingen deed om ja, te tonen aan de andere mensen, kijk eens hoe straf ik wel ben. Dat was een totaal verkeerd uh, idee. Ik was er eigenlijk ja, bijna constant mee bezig. En dat vertaalde zich dan in ja, een, 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 een bepaalde auto. Ik herinner me dat ik ooit eens, uh, toen ik nog geen bril nodig had, nota bene, heb ik ooit eens een bril gekocht. En dat was een, een bril van een, een duur type. Dat was toen een, een bril van het merk Cartier. Uh, ja, je gelooft het niet, hè. Dat is zo echt zo terug naar de jaren ja, 80. Uh, Zo'n zo gouden bril, een aardslelijk ding eigenlijk. Maar het was wel opvallend. En er bleek ook uit dat dat een dure bril was. Dus als jij een dure bril kon dragen, ja, dan was jij wel iemand. Dat, dat was hoe mijn geest op, die moment, op dat moment uh, werkte. En dat is eigenlijk compleet fout. Want ja, wanting to impress others... Ja, dat is een totaal, totaal, totaal verkeerde ingestelte. Dat is, dat is een ongelooflijke waste of energy. Oh, ik moet opletten dat ik niet alles in het Engels ga doen hier, want een woordje Engels, dat wordt er al wat meer. Maar uh, ja, dat heeft mij ook in problemen gebracht. Uh, weet je, want daardoor ben ik bepaalde heb ik ook bepaalde beslissingen genomen. Ik had dan bijvoorbeeld die auto, ja, die was veel te duur. Ik had eigenlijk dat geld niet om die auto te kopen als 18- of 19-jarige. Uh, dat was dan wel een tweedehandse auto, maar ik herinner me dat was uh, een, een, een oude, allez, een, oude dat was een, een, een dure Engelse auto die toen in, in waarde was, was uh, gezakt, maar die toch nog enorm duur in onderuit was. En ik herinner me dat ik er ooit eens mee tegen een borduur ben gereden. En dan moest ik die auto laten herstellen. Ja, of dat die dan eerstehands of tweedehands was, dat maakte geen verschil uit. Die herstelling was gewoon enorm duur. En eigenlijk had ik dat geld daar niet voor. Want ja, ik was altijd maar bezig om, ja, om, ja, om te stoefen, om het op zijn Antwerps te zeggen. Heel dom. Uh, totaal verkeerde keuze van energie. En zoals ik zeg, door die keuzes, hè, om dan die indruk te geven aan andere mensen, ook vaak, uh, ja in de problemen gekomen. Uh, trouwens, er waren ook mensen die, allez, die dat ook niet geloofden en die daar dat ook niet in meegingen. Dus het doel wat ik daarmee wilde bereiken, heb ik dan ook nog niet bereikt, ook niet. Gelukkig was die periode niet te lang in mijn leven. Heb ik uh, snel genoeg kunnen inzien, of moeten inzien, dat dat, uh, ja, <laughs> dat, dat dom was. Uh, ik herinner me een, een vriend van mij die, die zei van ja, maar, uh, je, je moet dat niet doen om andere mensen een goed een beeld van je te geven, je moet het doen voor jezelf. En dat is denk ik eigenlijk uh, dat is toen redelijk hard binnengekomen op dat ogenblik. Maar dat is eigenlijk ook wel echt de les. Um, don't do it to impress others. Do it to impress yourself. En weet je wat? Als je dingen doet opdat andere mensen je liever of graag zouden hebben. Ja, we, stop daar met naïef zijn. Want het is niet de dingen die je doet die andere mensen graag, uh, jou graag zullen doen hebben. Het is wie je bent. En ik heb nu zoiets, enfin, dat heb ik al lang. Ofwel heeft men mij graag en dan hoef ik niets speciaals te doen omdat die mensen mij graag hebben. En dat is prima en dat koester ik. Ofwel hebben mensen mij niet graag. En dan kan ik doen wat ik wil. En dan zullen die mensen die mij niet graag hebben altijd wel uh, ja, het verhaal of de situatie kunnen omdraaien om te bewijzen waarom ze mij niet graag uh, uh, hebben. Dus uh, dingen doen om een bepaalde indruk te geven of om mensen uh, ervoor te laten zorgen dat ze jou graag gaan hebben, dat werkt niet. Dat is de verkeerde energie. En dat is de les die, of een van de drie lessen die ik van jou, met jou wilde delen. Haters will hate and fans will appreciate. Dat is een, een quote die ik, denk ik, zelf heb uitgevonden. Althans, dat hoop ik, want ik ben er heel fier op. Um, maar dus doe het vooral, werk aan je doelen, bereik je doelen. Wees succesvol volgens jouw eigen maatstaf, volgens jouw eigen doelstellingen. Um, en doe het voor jezelf. Doe het niet om die andere mensen. Doe het niet voor de buren. Doe het niet voor de familie. Ja, doe het voor je gezin om ervoor te zorgen dat zij een betere omgeving hebben. But don't do it to impress others. Dat is een, denk ik een ja, belangrijke les, die me eigenlijk naar mijn tweede les brengt. Want ja, die is er eigenlijk ook aan gekoppeld. Die heeft er ook mee te maken. Dat heeft te maken met beslissingen nemen op financieel vlak. Het is niet echt één tip wat ik hier heb, want er zijn zo een aantal dingen. Het is, het is raar, maar dus op school leer je van alles en nog wat. Allee, ja, ik ken dat niet zozeer, want ik was een heel slechte student. Maar je wordt verondersteld van op school heel veel dingen te leren. Maar een van de dingen die je absoluut niet leert op school, dat is hoe met geld omgaan. Ja, je leert misschien wel uh, hoe, hoe, dat je zoveel kriekenvlaaien kan verkopen en dat je daar dan zoveel euro voor krijgt, en dan kan je die doneren aan het schoolfonds, voor dat of dat. Maar je, je begrijpt dat ik bedoel: echt omgaan met geld, uh, sparen, maar uitgeven wat je hebt of wat je kan missen en dat soort zaken, dat leer je eigenlijk niet op school. Dat leer je ook niet op de hogeschool, dat leer je ook niet op de universiteit, zelfs niet als je voor accountant gaat, volgens mij leer je het dan ook nog niet echt. En nogthans is het iets heel erg belangrijk, want uh, als je ja, in je leven uh, wil functioneren, dan heb ik het nog niet over succesvol zijn, dan is het toch wel echt belangrijk dat je beseft, uh, ja, hoe je met geld moet omgaan. En ik heb dat dus niet geleerd. En dan zeker door, door dat voorgaande wat ik je net heb verteld. Hè, die, bijvoorbeeld die dure bril, die veel te dure auto, dingen doen om anderen mij graag te doen uh, hebben. Uh, bijvoorbeeld, ik herinner me ook nog, ja, rondjes geven. Hè. dan kwam ik in een café, dan gaf ik een rondje voor iedereen. Want kijk eens hoe belangrijk ik ben. En dan gaan de mensen mij ook wel tof in. Absoluut belangrijk als ik er nu op terugdenk. Uh, gelukkig uh, ben ik, uh, is, het, is het niet meer zo uh, dat, ik, dat ik me daardoor la, laat motiveren of daardoor laat leiden. Maar het heeft ook een impact op het financiële. Aspect. En een aantal dingen die, die ik uh, geleerd heb. Dat is uh, om, je kan heel veel dingen doen, met heel weinig middelen. Dus keep it lean. Um, hou, hou de kosten zo laag mogelijk. Ja, ik weet wel dat de verleiding groot is als je met iets begint om dan hele dure naamkaartjes en verpakkingen, en mooi briefpapier en een mooi duur logo, enzovoort. En ik kan je vertellen. Dat, dat die tijd om dat mooie logo, die, die komt misschien nog wel, maar dat gaat het succes niet, uh, niet maken of niet doen halen. Dat, dat, dat gaat niet de differentiator zijn in wel of niet het succes boeken. Of het moest zijn dat je een grafisch ontwerper bent en dat je diensten wil aanbieden als grafisch ontwerper of ontwerpster, dan is het natuurlijk wel belangrijk. Maar keep it lean betekent, denk eens na, heb ik dat echt nodig? Gaat dat echt bijdragen tot... En ik denk, als ik kijk naar, naar de laatste ja, 20, 25 jaar, hoe ik uh, mijn zaken sindsdien doe, dan uh, doe ik er alles aan om het lean te houden. Ik geef wel geld uit waar het geld uh, moet uitgegeven worden en waar het ook een bijdrage heeft. Maar je kan echt nadenken over elke euro. Dat betekent niet dat je gierig moet zijn, maar dat betekent dat je om de goede redenen. De centen moet uitgeven. En ik heb dus heel lang om de slechte redenen centen uitgegeven. Wat ik ook gedaan heb, is centen uitgegeven die ik niet had. Dat klinkt misschien raar, maar dus ja, denkende van volgende week of volgende maand komt dat binnen, dus dan kan ik nu dat of dat al wel uitgeven. Dat is eigenlijk leven op geld dat nog gaat komen. En dan zal je zien dat dat geld altijd later komt, of dat het niet komt, of dat er minder komt. Ja, en dan heb je een probleem gecreëerd. Dus geef alleen geld uit wat je echt kan missen als het iets niet noodzakelijk is wat je gaat, wat je gaat kopen, of wat je wil kopen. En denk daarbij ook na. Als je iets gaat kopen wat echt noodzakelijk is, denk daarbij... Stel je echt de vraag van, is het absoluut noodzakelijk dat ik dat nu koop? En, en moet ik dat kopen? Kan ik het niet tweedehands vinden? Enzovoort. Want denk erom... Um, als jij die mooie nieuwe dure auto hebt gekocht, dat gevoel van die leuke nieuwe dure auto, uh, dat, dat leuke gevoel wat je daarbij hebt, dat ebt heel snel weg. En daarom denk ik dat bijvoorbeeld een mooie tweedehands auto ook heel erg prettig kan zijn. Want ook daar heb je dat gevoel hè, van niet, maar het maar kost gewoon veel, veel minder. Heb ik nu gezegd dat je geen nieuwe auto mag kopen? Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gewoon gezegd... Wees verstandig met het omgaan met geld, want dat was ik dus niet. Ik gaf meer geld uit dan ik had. En niet alleen gaf ik meer geld uit dan ik had, ik kocht ook dingen met geld dat nog zou gaan komen. En dat gaf enorm veel stress. Want als dat geld er dan niet kwam op die vrijdag, zoals de mensen het gezegd hadden, dat het ging komen. Ja, en toen, toen was het nog niet zo dat je van de ene bank naar de andere kon overschrijven dat dat er onmiddellijk was. Dat duurde echt enkele dagen. Uh, dat was verschrikkelijk. Uh, maar dat was er nooit sneller, dat was er altijd trager. En het moment dat het er had moeten zijn en het, er was, het was er niet, ja, dat gaf enorm veel stress. Dan ben je verkeerd, uh, was ik met de verkeerde dingen bezig, dan ben ik eigenlijk bezig met het probleem dat ik zelf had gecreëerd om dat probleem te gaan oplossen. Dus, um, ja, geef alleen geld uit wat je hebt. Geef het alleen uit aan dingen die je echt nodig hebt. En uh, geef geld uit aan dingen die je niet echt nodig hebt, maar die je gewoon leuk vindt. Geef daar alleen geld op uit dat je echt kan missen. En uh, dat is, uh, ja, ik heb ooit iemand horen zeggen dat uh, iets, iets duurs kopen. Koop alleen dat dure als je het uh, twee of drie keer kan betalen. Dat is natuurlijk heel erg extreem en dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan, dan gedaan in sommige omstandigheden. Maar dus, uh, ja, een beetje, in het Engels noemen ze dat, frugal zijn. Dat is niet gierig, maar frugal is gewoon heel goed, voorzichtig omgaan. Met uh, je centen. Denk er ook aan, zal ik daar later plezier van hebben? He, dat is zo'n beetje zoals bij eten. Uh, sommige mensen letten op hun lijn en af en toe laten ze dan eens een steekje vallen en eten dan dat boken met choco, bij wijze van spreken, met een dikke laag Nutella op. Uh, als je die verleiding hebt, dan uh, zou je misschien ook de vraag moeten stellen, ga ik daar later ook echt plezier aan hebben? En dan die boterham, ga ik daar binnen een uur ook nog plezier aan hebben dat ik die heb gegeten? Wel, dat is met geld uitgeven ook zo. Ga ik daar echt plezier aan hebben dat ik dat geld heb uitgegeven? Dat zijn een paar vragen die ik mij uh, ben beginnen stellen al, al een tijdje. En uh, dat, heeft me, dat heeft me geholpen. Dus dat was een derde les. Uh, ja, ik gaf dus geld uit wat ik niet had. Of wat ik nog niet had. Dat is trouwens niet dus één fout, hè. dat is een, een combinatie van een aantal fouten. En zoals ik zei, die hing dan samen met ja, die indruk te willen wekken of die indruk te willen geven bij andere mensen. Um, ook daaraan gekoppeld is een derde fout uh, op het vlak van ondernemerschap. En, en die is misschien toch wel wat, um, ja, wat, wat, wat wetenschappelijker te onderbouwen. Ik ben van nature uit iemand die uh, optimistisch is. En dat betekent dat als ik een businessplan maak, of maakte vooral dat ik de neiging had om te optimistisch te zijn. Iemand, ik of iemand, had een heel goed idee. Ja, dat product of die dienst, ja, dat ging natuurlijk onmiddellijk de wereld veroveren, bij wijze van spreken. En uh, ik word heel dikwijls de vraag gesteld van, als je een businessplan maakt, dat doel, hè, want dat is de eerste stap, dat einddoel wat je wil bereiken, hoe groot of hoe klein maak je dat? En uh, ja, ik had zo'n beetje de neiging vroeger om daar maar wat op te kleven. Nu, ik moet er ook bij zeggen... Ik denk dat je de lat hoger mag leggen dan je in het algemeen zou doen, maar het heeft heel veel te maken met je karakter. En het heeft ook heel veel te maken met dingen die je ook effectief kan onderzoeken. Ik had Vorige week kreeg ik een telefoontje van iemand en die zei: Goh, ik heb een heel leuk idee tegengekomen, een heel leuk product. En ik zou er eventueel willen in investeren. Uh, en ik zou, ik zou dan ook een plan willen maken om te kijken hoeveel we investeren en welke kosten dat we gaan maken enzovoort. Maar wat moet ik me daar als doel bij stellen? Ja, dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Want het een hangt samen met het ander. Hoe meer energie je ergens in steekt, ja, hoe makkelijker je je doel bereikt. Maar je moet ook een doel stellen voordat je weet hoeveel energie je erin gaat steken, hoeveel middelen je ervoor nodig hebt. Dus dat is een beetje een spanningsveld. En daarbij gebruik ik wel eens een grafiek. En dat is een grafiek, je kan die opzoeken op Google, de early adopter grafiek. Uh, als, je, als je dus met een nieuw idee of een nieuw product of een nieuwe dienst komt, uh, dan moet je dus weten dat een aantal mensen, misschien iemand zoals jij, misschien iemand zoals ik, uh, wij zouden misschien zoiets hebben, oh dat ga ik direct kopen, ik moet dat direct hebben. Um, dan ben jij een early adopter. Hè? Dus uh, toen de, de eerste iPhone uitkwam, de mensen die daar in de rij stonden te wachten van vijf uur s ochtends, dat waren de early adopters. Dat waren de mensen die zoiets hadden van, dat moet ik echt absoluut eerst hebben, ik wil de eerste zijn die dat heeft, en hoeveel dat, dat kost, dat maakt niet uit. Maar niet iedereen is early adopter. Ik denk dat een, een slechts een 11 tot 13 procent is early adopter. Ja, daar ga je natuurlijk niet je business kunnen op uitbouwen. En, en ik heb in mijn leven een paar keer, uh, al zeg ik het zelf, ...heel goede ideeën gehad, heel goede producten, heel goede diensten... ...maar die gewoon te vroeg waren. Want ik dacht dat die 13% dat het eigenlijk voor iedereen gold. Dat het dus 100% was. Maar op die 13% van de bevolking die early adopter is... ...en die dus bereid is om dat te kopen... ...ja, daar heb je niet genoeg aan. Of meestal heb je daar niet genoeg aan. Dus je moet dan ook de middelen hebben om te kunnen doorzetten. Dus te optimistisch zijn... Is slim. En ik ben een paar keren te optimistisch geweest, waardoor ik dan achteraf besefte, of gemerkt heb, zo één of twee jaar later, van, oh, nu is er iemand met mijn idee verder gegaan en verder gaan lopen. Zo heb ik bijvoorbeeld, ik was de, de eerste die uh, met een uh, coke-site uh, is gekomen. Lang voor er sprake was van Jan, hadden wij uh, Let's Cook It in het leven geroepen. En wat, uh, dat was toen ja, filmpjes op het internet met uh, heel goede chefs enzovoort. We hadden er ook een leuk businessmodel en dat was op zich wel redelijk succesvol. Maar wat ik toen gezien heb, dat is dat de mensen van Studio 100 zijn naar Menjam gekomen. We hebben daar toen ook gesprekken mee gehad. Die hebben dat idee eigenlijk voor een stuk overgenomen. En genomen is misschien een te vriendelijke uh, omschrijving, dat is niet zo heel belangrijk. Maar die hebben er een ongelooflijk succes van gemaakt. Die waren wel later ook veel slimmer, veel beter georganiseerd, meer middelen, alles wat je wil. Ik wil me niet gaan vergelijken met die mensen op kwaliteit. Vlak. Um, maar ik denk dat zij een betere timing hadden. En als je te optimistisch bent, zoals ik in mijn leven een paar keer ben geweest, dan ga je te vroeg misschien kunnen zijn met iets. En dat was ik een paar keer. En dan moet je ofwel een heel lange adem hebben of heel diepe zakken om ja, die tijd te kunnen overwinnen. Maar dat had ik dus niet altijd. Dus wat ik dus nu doe, is ook wat vergelijkingspunten gaan zoeken. Ik, ik kijk naar die curve van die early adopters. Ik kijk naar die 13 of 13,5 procent. Ik kijk naar vergelijkingspunten. Zoals de bijvoorbeeld een, een schatter van de waarde van een huis. Een huizenschatter, een expert. Dat die ook in de buurt gaat kijken wat zijn die andere huizen waard. Vergelijkingspunten. Wat doet dit product in een andere markt? Um, en luister dan uh, ook naar, naar de positieve dingen in je hoofd, maar vooral ook naar de negatieve dingen in je hoofd. Want als je optimistisch bent, zoals ik, dan heb je de neiging om die negatieve dingen. Ja, maar die kan ik wel aan. En dat zal bij ons wel niet het probleem zijn. Dus te vroeg zijn, uh, is, is een uitdaging. Verwachten dat mensen te veel of dat er te veel mensen zullen zijn of meer mensen dan in de realiteit zullen zijn die je product gaan kopen. Of die er bijvoorbeeld veel minder bereid zijn om maar veel minder voor te betalen. Uh, dat zijn dingen die je kan onderzoeken. Een beetje marktonderzoek doen, vergelijken. Vergelijk met een ander land, vergelijk met een ander markt. Vergelijk met een vergelijkbaar product, met een vergelijkbaar traject. Met andere woorden, gebruik data, gebruik uh, informatie die, die beschikbaar is om je plannen en je doelen. Tot, uh, ja, tot wat, ja, realisme is, vind ik een beetje een raar woord, misschien zelfs een, een, een fout woord in deze context, maar tot dat het niet te optimistisch is in, in je doelstelling. Dus, uh, korte, een beetje andere uh, podcast die je van mij gewend bent, om drie ja, grote leslijnen, zal ik maar zeggen, mee te geven. De eerste die, uh, was dus uh, ja, dingen doen op dat andere mensen je graag zouden hebben, dat werkt niet. Uh, zorg in de eerste plaats dat je jezelf graag hebt en de rest komt vanzelf. En je gaat nooit in een situatie komen dat iedereen je graag hebt. Regardless, eender wat je doet, dat is het eerste. Dus focus je op de juiste dingen en niet op het pleasen van andere mensen, want dat gaat niet werken. Tweede, denk heel goed na over je centen. Geef je centen alleen uit als je ze echt moet uitgeven, als je ze echt kan uitgeven, als je ze al hebt. En drie, naar het uh, niet te optimistisch zijn, gebruik data. ...analyseer, vergelijk, zoek vergelijkingspunten... Uh, ...er zit ook een stukje statistiek in... ...gebruik die curve van die early adapters... ...kijk na naar een aantal ja, wetenschappelijke onderbouwingen... ...hoe je je doelen kan stellen... ...maar uh, één woord je daar dan toch wel bij... ...wees niet te pessimistisch... Hè, ...want je hebt het ook natuurlijk voor een stuk zelf in de hand... Uh, ...hoe je je doelen gaat kunnen bereiken... ...en je mag de lat altijd wel net iets hoger leggen, denk ik... ...moeilijk evenwicht, maar goed, ik geef het maar mee... Dit waren uh, drie dingen die ik uh, je, ja, een beetje uit de persoonlijke sfeer, met jou wilde delen. Ik hoop dat je er wat aan hebt en ik wens je daarbij alvast uh, heel erg veel succes. Was het te veel om te onthouden? Ja, geen stress, want via het blogartikel van de podcast kan je gewoon alles terugvinden. Dit was aflevering nummer 25, dus dan vind je altijd een samenvatting op www.businessdiet.be slash 25 en dan bedoel ik het getal 25. En indien je... Komende afleveringen niet wil missen, abonneer je dan zeker op de podcast via Spotify of Apple Podcast. Of dat kan ook in beeld via YouTube, je kan je daar ook abonneren. Bij deze aflevering hoort ook een gratis download, het 100-weken-projectplan. Klik op de link in de beschrijving van de podcast of ga rechtstreeks naar www.businessdad.be slash 100 weken en dan bedoel ik het getal 100. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met Artbusinessdive. Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.